zaterdag 3 december. En natuurlijk, pakjesavond komt er bijna aan. Maar ja, eerst nog een demonstratie van de pro-pieten. Goedemiddag allemaal. Voor we gaan beginnen met een heel negatief puntje. Ik had meer dan 7000 aanmeldingen op Facebook. Daarvan staan er nu hier ongeveer 200. Dat het voor mezelf zeer teleurstellend is, dat mag geen verrassing zijn. Desondanks wil ik degenen die hier wel naartoe zijn gekomen, echt uit de grond van mijn hart, van harte bedanken voor jullie aanwezigheid hier. Want dit betekent wat voor mij. En als je hier tegenwoordig iemand Zwarte Piet noemt, ben je racistisch bezig. Dan valt het me wel op dat dat door een zeer kleine groep in Nederland verkondigd wordt. Dat zijn dan ook nog soort van bekende Nederlanders, of die daardoor bekend willen worden. Of zich met hun kontje in een politieke partij willen draaien. En ik denk, nogmaals, ik denk dat het geen goede zaak is. En ik had van plan geweest om vandaag hier een heel duidelijk signaal af te geven naar de personen die denken zich op zo'n manier te kunnen profileren en op zo'n manier 180.000 euro per jaar als een of andere minister op te kunnen strijken. Ik sta hier met de organisator van de pro-Zwarte Pieten demo, Richard Gras. Wat vindt u van deze demonstratie? Ja, tot nu toe kunnen we rustig zeggen dat het teleurstellend is natuurlijk. We hadden meer dan 7000 aanmeldingen op Facebook en andere social media. Ook andere Zwarte Pieten groepen zouden zich bij ons voegen. Maar ja, we mogen blij zijn, als we een half uur verder zijn, dat er misschien 500 man staan. En dat is natuurlijk een grote teleurstelling, daar kun je niet omheen. En wat zegt dat eigenlijk over de staat van het land nu? Nou, dat we onze cultuur aan het weggeven zijn. Ik moet heel eerlijk zeggen, jullie zijn TV Scheveningen, Radio Scheveningen. Ik had ook veel meer Scheveningers verwacht, want dat is in mijn ogen nog een van de weinige volken in Nederland die hun cultuur echt in Scheveningen behouden. Wij zijn eigenlijk van Omroep Scheveningen. Omroep Scheveningen, ja. Nou ja, goed dan, ik had ook meer Scheveningers verwacht, eerlijk gezegd, want die hebben mij op social media ook meer dan dichtbij gestaan. Maar ook die zijn helaas een beetje weggebleven. Jammer. Maar ik heb wat mensen gesproken hier op de demo. Er zaten wel mensen bij die helemaal uit Brabant en uit Zeeland komen. Wat vindt u daarvan? Ja, dat is natuurlijk geweldig. Ik had ook toezeggingen uit Twente en uit Gelderland. En ja, er zullen waarschijnlijk ook mensen ervan tussen staan. Maar over het algemeen zijn er gewoon te weinig mensen. Om dus je cultuur duidelijk te verdedigen. En zeggen, joh, luister tot hier en niet verder. Want wij willen niet dat er een klein groepje bekende Nederlanders is die op die manier zich wil profileren en hun kontje in een politieke partij wil draaien. Wij willen dit gewoon niet. Nou ja, goed, dat blijkt nu duidelijk dus. Dat gewoon een overgroot deel van de Nederlandse bevolking het dan weggeven is. Denkt u dat, ja, waar denkt u dat het door komt? Nou, ik denk gewoon dat iedereen denkt van joh, ieder voor zich en God voor ons allen. En het zal mijn tijd wel uitduren. Alleen wat ik net ook al gezegd heb, die mensen vergeten allemaal dat ze kinderen en kleinkinderen hebben. En die zullen door moeten leven met het Sinterklaasfeest door hun nalatigheid. Mocht het dadelijk toch nog wat mensen komen, mocht de demonstratie geen zin hebben gehad, komen er dan nieuwe acties? Ja, van mij niet meer in ieder geval. Oké. Dit heeft een kleine zak met geld gekost, omdat ik alles zo perfect neer wilde zetten. Maar nogmaals op Facebook, iedereen wilde, iedereen zou komen en iedereen ging tot de bot. Nou, je ziet de realiteit. Dan had ik nog een vraagje. Wat vindt u ervan dat het Sinterklaasjournaal zo veranderd is? Ja, nou ja, goed, daar is mijn mening heel kort over natuurlijk. Maar niet alleen mijn mening, dat zie je ook. De kijkcijfers zijn met meer dan 75% gedaald. Dus ik bedoel, ja, dan hoef ik in principe mijn mening niet te verkondigen. Maar ik ben er natuurlijk radicaal tegen. Sinterklaasjournaal, Sinterklaasfeesten, Sinterklaas hoort gewoon met Zwarte Piet te zijn. Dank u wel. Alsjeblieft. Ik sta hier met André Edissen van de PVV. We staan hier bij de pro-Zwarte Pieten demonstratie. En wat was uw motivatie om hier te komen? Nou ja, ik vind het Sinterklaasfeest is een Nederlandse traditie, onze cultuur.
En dan moet iedereen met zijn fikken vanaf blijven. We hebben een Zwarte Piet en die is zo zwart als roet en dat moet zo blijven ook. Ja, ja, hij heeft ons gevraagd om ook te komen kijken. En het is leuk te zien dat er zoveel mensen zijn die allemaal voor Zwarte Piet en Sinterklaasfeest zijn. Nou ja, nu heeft natuurlijk Damien Seller van Jong de Mos, die heeft een petitie gehouden. Zwarte Piet, gids zwart, heeft u hem al getekend? Die petitie heb ik nog niet getekend, maar het is voor mij glashelder. Zwarte Piet is Zwarte Piet. Dus al die groene en die andere namaakpieten, dat moeten we niet hebben. Die paar idioten in dit land, die moet je geen platform geven. Het is al erg genoeg dat soort mensen veel te veel in al die linkse showprogramma's zit. En daar een beetje de zielenpiet uithangen, zullen we maar zeggen. Maar gaat u nog wel de petitie tekenen? Want ja, als u wil dat hier wat aan gedaan wordt, dan lijkt het me wel beter als u de petitie tekent, zodat het op de gemeentelijke agenda kan komen. Wij gaan tekenen, absoluut. Alles wat wij kunnen doen om Zwarte Piet en Sinterklaas als traditioneel feest te behouden voor onze kinderen, daar zetten wij op in. Nou, in ieder geval dat het groots leeft onder de Nederlandse bevolking. Sowieso is 85% van de Nederlanders is voor het Sinterklaasfeest in zijn huidige vorm. En dat moeten we ook zo behouden. Als we gaan luisteren naar elke minderheid in de samenleving, dan gaan we nergens meer komen natuurlijk. Dus u vindt eigenlijk dat we niet hoeven te luisteren naar dat kleine groepje mensen die zitten te zielenpieten over Zwarte Piet? Nou ja, het zijn voornamelijk de immigranten die de afgelopen jaren zijn binnengekomen. En ja, ze zijn hier komen wonen. En als het je niet bevalt, ja, niemand houdt ze tegen om dan terug te gaan naar waar ze dan ook vandaan komen. Bent u, bent u blij als u dadelijk weer in Spanje bent, als er wat gedaan wordt na deze demonstratie? Nou, het is in ieder geval een stuk warmer dan hier. Maar het is elk jaar weer een feest om in Nederland te zijn bij al die vrolijke kinderen die blij zijn als ze ons over straat zien lopen. Zwarte Piet, dank u wel. Ik wens u veel succes met op pakjesavond natuurlijk en een fijne reis naar Spanje. Ja, het is natuurlijk een vorm van uitbuiting, dat zware werk wat we moeten doen. Maar ons hoor je niet klagen en we doen het graag voor Sinterklaas. Eerst dacht ik, het is zo'n meid. Ze speelde voor Zwarte Piet. En nou ineens laat ze Zwarte Piet links liggen, want ze gaat volg de leader. En toen dacht ik bij mijn eigen van, ik gooi jou van Facebook af, want ik had haar in Facebook. Maar nou ben ik ineens de grootste rivaal geworden. En Tanja Jess, die kwam ik in Amsterdam tegen. Die zat ook zo'n stom verhaal op te hangen. Ik zeg, jij stond ook met je kinderen bij Zwarte Piet.